vanavond. Iraakse en Palestijnse terroristen zouden klaarstaan om toe te slaan in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië. De Egyptische en andere geheime diensten hebben daarvoor gewaarschuwd. In Den Haag wordt dat bevestigd. Men houdt daar in de gaten of ook Nederland een mogelijk doelwit is. Intussen heeft de Iraakse minister Aziz een bliksembezoek afgelegd aan de Jordaanse koning Hussein. Aziz had een boodschap bij zich van de Iraakse leider Saddam Hussein. Welke boodschap is niet bekend. Maar het is duidelijk dat het te maken heeft met het handelsisolement van Irak, waarin het zwakke buurland Jordanië een sleutelrol speelt. De Amerikaanse ambassade in Bagdad was weer het doelwit van een kinderdemonstratie. Aangemoedigd door volwassenen riepen de kinderen leuzen voor hun leider Saddam Hussein en tegen de Amerikaanse president Bush, die erop uit zou zijn de kinderen van Irak uit te hongeren. In het bezette Kuwait zijn de levensomstandigheden rampzalig. Maar een ondergedoken Amerikaan wist het bericht naar buiten te brengen dat het verzet tegen de Irakezen doorgaat. The other night they hit the what used to be the Iraqi embassy, which is one of the headquarters here now. They've hit it twice in the last week with rocket-propelled grenade attacks. They're selecting specific targets such as some of their CID, their intelligence people. De meeste West-Europese ambassades in Kuwait zullen de komende week hun deuren moeten sluiten. Dat verwacht de Belgische minister Eyskens. Alleen de Britse ambassade blijft open omdat die nog genoeg eten en drinken heeft. 8 maanden geleden ontvluchtte de activist Stanley Rensch Suriname na een aanslag op zijn leven. Vandaag keerde hij terug om zich opnieuw in te zetten voor de rechten van de mensen in zijn land. Vorig jaar december werd Stanley Rensch in Paramaribo onder vuur genomen. Daarop vluchtte hij naar Nederland. Maar na 8 maanden vindt hij de tijd gekomen om terug te keren naar zijn vaderland. Rensch wil daar weer de leiding op zich nemen van zijn mensenrechtenbureau. Ik hoor daar, vooral op dit moment, we zijn in het verleden begonnen met het mensenrechtenwerk. En er zijn mensen natuurlijk gevlucht vanwege de verergering van de toestand. Maar er zijn ook mensen achtergebleven. En ik vind het niet correct, niet juist, om daar de mensen alleen het werk te laten opknappen. Rensch richtte zijn bureau op nadat het leger in 1986 het Bosnegendorp Moiwana had uitgemoord en verwoest. De activist wordt gezien als de luis in de pels van het leger. Bang voor nieuwe intimidaties is hij niet. Hij zegt niet te rusten voor de schuldigen van de moorden voor de rechter zijn verschenen. Bouten ze voorop. Als je hem niet ter verantwoording kan roepen over de misdaden die begaan zijn in de tijd toen hij machthebber was, als je dat niet kan, hoe kan je de kleine man die in een winkel shoplifting doet, hoe kan je hem dan voor het gerecht slepen? Dat is fundamentele rechtsongelijkheid. Rensch is niet de enige die de voortdurende schendingen van de mensenrechten in zijn land aan de kaak wil stellen. Vandaag vertrok ook een delegatie van Amnesty International naar Suriname. De hele dag is er vandaag in Den Haag spoedberaad geweest tussen kabinet, werkgevers en vakbeweging. Er ligt nu een pakket voorstellen op tafel waarover de diverse partijen zich nader beraden. Minister De Vries probeert de partijen nog dit weekende tot een compromis te bewegen over de aanpak van de WAO. In het najaarsoverleg van dinsdag moet dit dan leiden tot nieuwe regels over wie voortaan wel en niet arbeidsongeschikt kan worden verklaard. De Vries heeft de partijen onder zware druk gezet, wat tot druk overleg heeft geleid. Een positief resultaat lijkt dichtbij. Ik denk dat bij de WAO de kans daarop wel aanwezig is, maar er zal nogmaals heel wat moeten gebeuren. En het is ook zo dat wij natuurlijk niet blanco zijn. We hebben ook nog een achterban die daarover een oordeel moet geven. Maar de kansen daarop lijken wat toe te nemen. Op het PvdA-congres in Amsterdam kregen vakbeweging en werkgevers ook al een schot voor de boeg. Als men niet zelf tot substantiële afspraken komt over meer werk, minder mensen in de WAO, dat dan inderdaad de politiek zijn rechten herneemt. En dat dan heel snel de politiek ertoe overgaat om datgene waar men het niet over eens kan worden, dan in elk geval in wet en regelgeving vast te leggen. In Oost-Berlijn hebben zo'n 15.000 vrouwen vanmiddag geprotesteerd tegen de Duitse vereniging. Ze zijn bang dat ze na 3 oktober het recht op abortus verliezen. In Oost-Duitsland bestaat dat recht nu nog wel, terwijl in West-Duitsland de abortuswetgeving veel strenger is. Maar niet alleen de Oost-Duitse vrouwen, ook de hoogste West-Duitse gerechtelijke instantie heeft kanttekeningen geplaatst bij de vereniging. Het constitutionele hof in de Bondsrepubliek heeft bepaald dat het verkiezingsverdrag in strijd is met de West-Duitse grondwet. De kiesdrempel van 5% moet lager of er moet een aparte kiesdrempel komen op het grondgebied van de DDR.
Maar er speelt nog meer rondom de vereniging. Ook de kwestie van de eigendomsrechten. En ook dat is een vooral Oost-Duits probleem. Wonen in en om Berlijn wordt een nog groter probleem dan het al was. Niet alleen zijn de huizen vaak vervallen en verkrot, maar na de hereniging zullen ook weer oude eigendomsrechten gaan gelden. Veel West-Duitsers willen hun Oost-Duitse woning terug. En de Oost-Duitse bewoners worden uit hun huizen gezet. Er zijn wel afspraken gemaakt in het verenigingsverdrag om de Oost-Duitse huurders te beschermen. Maar deze bewoners bijvoorbeeld in Raamsdorf, een groene buitenwijk van Oost-Berlijn, hebben geen enkele hoop dat ze nog in dit huis kunnen blijven wonen. Nee, also Hoffnung gebe ich mir keine. Und selbst wenn die Hoffnung wäre, wissen Sie, was dann passiert? Dann weiß ich hundertprozentig, dass die ständig hier sind und dass man dann Spießruten läuft. Fühlen Sie sich jetzt ein Opfer dieser Vereinigung? Na, im Grunde ja. Ja. Denn es wird am 3. Ein großes Jubelfest unter den Linden geben. Ja, das Jubelfest glaube ich kaum. Für uns nicht. En niet alleen voor de bewoners van dit huis zal het geen jubelfeest zijn, want 70% van de huizen in Raamsdorf zijn eigendom van West-Duitsers. Alleen in Oost-Berlijn al zijn meer dan 50.000 claims ingediend door mensen die een stuk grond of een huis terug willen hebben. Het meest opzienbarende is de claim van een Zwitsers echtpaar dat 2000 vierkante meter grond bezit hier midden in Oost-Berlijn. Op die grond staat de beroemde televisietoren, maar die mag er wat het echtpaar betreft blijven staan wanneer een schadevergoeding wordt betaald van 12 miljoen mark. In New York komen over ruim een uur zo'n 70 wereldleiders.